Het is 12 juni, nog een paar dagen voordat het Hof van Saxe haar deuren officieel opent. Meubels worden uitgepakt en op hun plek gezet, terwijl hier en daar nog wat afrondende bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Het Grand Café is af. Het ontwerp van Piet Boon is hier mooi tot zijn recht gekomen. Zo zag het eruit op de tekening. En zo is het uiteindelijk geworden. De buitensauna is het laatste waaraan nog echt wordt gebouwd. De installaties werken, maar er moet nog flink worden afgewerkt. We zijn de kleine dingetjes aan het afmaken. Hè? Deurtje afhangen en binnen nog wat. Dan is het klaar. En wanneer gaat het er zelf in? Als ik een uitnodiging krijg. In het zwembad wordt alleen nog maar ingeruimd en hier en daar wat hersteld. Alle attributen zijn gearriveerd. De lampen worden aangesloten. Met nog een paar dagen voor de officiële opening is er bijna geen bouwvakker meer te zien. En is het vooral een kwestie van de spullen in huizen. Een kruiwagen. Weet jij die voor mij te vinden? Ja, dat is wel een andere. Steenkruiwagen. Nee, ik moet er echt zand in kunnen vervoeren. Dorien Bogaert houdt namens Piet Boon in de gaten dat alle meubels op de juiste manier geplaatst worden. Ja, hier. Ik weet niet voor wie die is. Ik ga hem even leggen. Heb je het altijd gedrukt? Nou, nu wel, ja. Dit is wel even roeien met de riemen die je hebt. Maar goed, ik heb veel hulp, dus het komt allemaal goed. In het Italiaans restaurant worden alle tafels gestabiliseerd. Dat gebeurt met zand. Die drie nieuwe aan het begin, die zijn wel dit, hoor. Kijk eens. Ah, super. Gaan we hem vullen? Ja. Is die helemaal voor mij? Hij is helemaal voor jou. Toppie. Ik heb ook nog een schep voor je, die ga ik ook even halen. Super, super. En dan ga ik naar iets zoeken waar ik hem tuit van kan maken. Weet je, om het zonder rommel te maken in te vullen. Ik ga zo even kijken wat er allemaal nog in de gang staat, wat eventueel naar boven kan. En ik moet even op zoek naar een paar poten die nog missen voor de Italië, maar die staan waarschijnlijk in het zwembad. Hoe ver zijn ze daar? Daar misschien, ja, ik weet niet, het zou kunnen dat je daar nog kan helpen. Want ze gaan daar de poten vullen van de tafels met zand. Okay. Dus misschien dat zij daar hulp bij kunnen gebruiken. Kom eerst daarheen. Kijken we dan hier verder wel zo'n... Ja. Er is een probleem. Er missen een paar tafelpoten voor het Italiaans restaurant. Dorien gaat het hele gebouw door om ze te zoeken. Nou, ook hier zijn de poten niet volgens mij. In diezelfde dozen met die oranje sticker van mooi erop. Oh, maar die komen straks vanzelf wel boven water. Ja. Het begint nu redelijk leeg te komen. Het stond hier helemaal bomvol met dozen. En daar nog een stuk wat in de entree komt te staan. En dan zijn we bijna klaar. Ook de buitentuin is bijna af. Er ligt gras in de tuin en hier en daar worden de laatste plantjes ingezet. Terwijl het Hof van Saxe wordt afgerond, krijgt elders in Drenthe het nieuwe personeel een opfriscursus hospitality. Zo komt alles in de eindfase terecht. Maar gaat het weer? Het gevoel, ze moeten met een goed gevoel weggaan. Ja, het zijn daadwerkelijk de laatste loodjes. We gaan de lampen nu nog ophangen in de entree. En eigenlijk het totaalplan helemaal afwerken. Dus het gaat echt om het afwerkingsniveau nu. Ja, het ziet er nog wat rommelig uit, maar het wordt helemaal af. Zoals gezegd, het Grand Café was al af. Ook de tap moet worden getest. Vooral aan het einde van de middag. Blijf de ontwikkelingen volgen op www.hofvansaxe.nl.